Dit zijn de meest satisfying banen. Dus hé, als je werkeloos bent, let goed op. Want hier kan je een baan uitkiezen die super satisfying is. Ja, dat zijn toch wel de beste banen die er zijn. Kijk dit dan bijvoorbeeld. Hij verft letterlijk de vloer. En dat is zo satisfying om te doen. Zeg maar, ik zou liever de vloer verven als het op deze manier gaat, dan bijvoorbeeld de muur. Met de muur moet je altijd met zo'n kwast en hij gaat gewoon heel satisfying zo eroverheen. Echt een topbaan. Gelijk goedgekeurd dit. En heel erg satisfying. Deze mevrouw heeft als baan ijs maken. Letterlijk, ze maakt hier cherry ijs, oftewel kersenijs. En kijk hoe satisfying dit eruit ziet. Zeg maar, wanneer de kers erop landt, dan wordt het hele ijs, ik weet niet, een soort zandachtig. Oh my god. Bro, als je de hele dag dit mag doen, ik zou echt doodgelukkig zijn. Maar dit is misschien wel de meest satisfying baan van deze video. Kijk dan! Het is letterlijk super heet, waardoor je het helemaal kan buigen. Het lijkt een beetje op slijm eigenlijk. Dit is toch satisfying, bro? Oh my god. Oh my god. Ja, ik denk wel dat dit wel stiekem heel erg moeilijk is. Zeg maar, het ziet er heel makkelijk uit, maar ik denk dat je dit niet zomaar kan. My job. Oké. Okay. Oh my god. Zeg me niet dat dit zijn baan is. Zeg me niet dat dit zijn baan is. Oh, wat gaat er gebeuren? Ja. 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 Oh my god, deze baan is echt heel erg cool. Letterlijk, zijn baan is gewoon oude gebouwen exploderen, zodat er weer een nieuw gebouw daar gebouwd kan worden. Gewoon gebouwen afbreken, dat is zijn baan. Zeg maar eerlijk, dat is toch het coolste dat er is. Wie houdt er nou niet van dingen slopen? Laten we heel eerlijk zijn. Ik weet niet wat dit is en wat hij aan het doen is, maar het ziet er heel satisfying uit. En het is zijn baan, oftewel, wat hij hier doet, daar krijgt hij betaald voor. Stel je voor, je krijgt betaald om zoiets satisfying te doen. Oh my god. Het lijkt alsof hij een soort van lijm doet op een auto om het erin te plakken of zo. Dit lijkt op een achterruit van een auto en dat hij daar lijm op doet. Ik heb geen idee wat hij aan het doen is, maar het ziet er wel heel satisfying uit. Wat gebeurt hier? Zo. Wat? Wajo. Dit zijn gewoon mensen die zeg maar de schommel moeten duwen. Is dat een baan? Een schommel duwen? Oké, dat is echt super cool. Oké, we hebben hier een soort van vergrootglas. Oh, wat gebeurt hier? Dit is geen vergrootglas. Wat gaat er allemaal gebeuren? Oké, dit ziet er... Wow, oké, dit ziet er satisfying uit. Het wordt helemaal schoongemaakt. Wat is dit? Oh! Oh, oké. Ik wist niet dat een bril maken zo satisfying is. Metselen, dames en heren. We zien hier iemand metselen. En metselen is gewoon super satisfying. Kijk dan. Oh. Zeg maar, laten we heel eerlijk zijn. Metselen is gewoon echt heel satisfying. Zeg maar, dat overgebleven metsel zo weghalen. Zo. Is gewoon echt top om te doen. Zeg maar, bouwvakkers. De hebben gewoon een enorm... Ja, niet dat ik zeg dat bouwvakkers een enorm relaxed leven hebben. Maar ze hebben wel een enorm satisfying leven. Kijk hoe satisfying dit is. Ik kan er niet omheen. Dit is heel erg satisfying. Oh my god. Oké, laat me zitten. Dit is de beste baan ter wereld. Dit is de beste baan ter wereld. Wat is dit voor een baan? Waarom zit hij tussen 1000 kuikentjes? Dit is zo leuk. Oh my god. Even serieus, ik zou enorm veel geld ervoor over hebben om hier te mogen werken. Zeg maar, mij hoef je niet eens te betalen hiervoor. Ja, je weet nu al dat dit super satisfying gaat worden. Oh my god. Oh my god, dit is echt satisfying. Kijk dan. Oh, dit is heel erg satisfying. Bro, en hoe goed doet hij dit ook? Even eerlijk, dit is niet de eerste keer dat hij dit doet. Want ik denk dat heel veel mensen, als ze dit beroep zouden uitoefenen, dat ze dan per ongeluk, zeg maar... Ja, in het gras gaan. Maar hij blijft echt goed bij het randje. En het ziet er ook heel satisfying uit als het zeg maar gedaan is. Het ziet er heel perfect uit. Gewoon te perfect. Hij doet het echt heel smooth. Oké, applausje voor hem. Even een klein applausje. Want hoe hij dit deed, perfect. Ja, eerlijk is eerlijk. Als zo schoonmaken is, dan is het gewoon de meest satisfying baan ter wereld. Wat voor stofzuiger is dit ook wel niet? Kijk die stofzuiger gaan, bro. Zeg maar... er zit goede zuigkracht in die stofzuiger. Laten we heel eerlijk zijn. Want als ik met mijn stofzuiger dit doe, dan blijft hij de hele tijd... Ja, dat werkt gewoon niet. Het werkt gewoon nooit zo soepel als op deze video. Bij de bakker werken is blijkbaar ook super satisfying. Want als je iets gebakt hebt, dan bak je dat in een hele grote vorm. En dan moet je dat in kleine vormpjes snijden om het te verkopen. En ja, om dat te snijden is gewoon super satisfying. Oké, kijk. Hij heeft... Ze hebben dus eigenlijk gewoon een mega grote brownie nu gemaakt. En oh, daar is de mega grote brownie. Oh jongens, ik heb nog niet gegeten. Ik krijg hier zo'n honger van. Oh, dit ziet er zo lekker uit. Oh my god. Wat?
Wat is dit voor een machine, bro? Zo snijden ze dit? Oké, dit is heel satisfying. Ja, dit is een satisfying beroep. Oh my god, kijk al die perfecte vierkantjes. Maar eerlijk is eerlijk, je moet er ook wel echt skills voor hebben. Want zeg maar, als ik dit zou doen, dan zouden die vierkantjes niet zo perfect zijn. Oh, we hebben hier weer iemand die de vloer aan het verven is. Of mag je dit niet vloerverven noemen? Ik noem het vloerverven. Het kan me verrotten hoe het eigenlijk heet. Hij is gewoon de vloer aan het verven. En dat ziet er zo satisfying uit. Ebbe, dit wordt mijn beroep later. Na YouTube, als jullie mij niet meer leuk vinden, dan ga ik gewoon de vloer verven. Dat wordt mijn beroep. Kijk dan. Oh, ja. Ja, het ziet er ook zo perfect uit. Er is geen beter beroep dan dit. Behalve YouTuber. YouTuber is wel het beste beroep, laten we wel eerlijk zijn. Ja, dit wordt ook super satisfying. Ja, je ziet het al. Een hoge drukspuit is altijd satisfying. Zeg maar, oh, ook nog de vloer. Hij heeft alles. Oké, nu nog die linkermuur. Die linkermuur moet ook nog. Die linkermuur, kom op bro, die linkermuur. Die linkermuur, die gaat hij niet doen. Dat is niet satisfying. Verf mixen, dat gaat deze persoon doen. Ja, hoe kan dit niet satisfying zijn, zeg maar. Tuurlijk is dit satisfying. Oké, ja, het lijkt een beetje op. Wat? Waar komt dat blauwe opeens vandaan? Wow, oké, dit ziet er cool uit. Dit ziet er cool uit. Oh my god, oké. Ik denk dat ik gewoon in een verffabriek ga werken. Dan kan ik misschien en de vloer verven en de kleuren mixen. Want verf, blijkbaar is gewoon een beroep met verf gewoon super satisfying. Kijk dan, waar komen al die kleuren vandaan? Ik ben echt flabbergasted. Zeg maar, waar komt opeens dat groene vandaan? Hoe kan dat opeens er zijn? Oké, goed opletten, Mick, voordat er weer opeens een nieuwe kleur komt. Kijk! Huh? Waar komt... Oké, opeens komen allemaal random kleuren. Maar verfmixen, er is satisfying. Goed beroep. Oké, dit is weer een enorm satisfying beroep. Ja hoor. Ja, ik dacht altijd dat dit zeg maar gedaan werd door machines. Maar blijkbaar doen mensen dit. Zeg maar de tekst op de weg. Ik dacht altijd dat het gewoon grote machines waren die dat doen. Maar hoe kan je dit zo perfect doen, bro? Hoe kan je dit zo perfect doen? Hij schrijft daar bus. Oké, wat gaat hij daar schrijven? Stop, denk ik. Of niet? Ja, gaat daar stop schrijven. Kijk hoe perfect hij dat doet. Ik vind dat knap. Ik vind het oprecht knap. Ik vind het oprecht knap. En ik vind het heel satisfying om hem het te zien doen. Ik vind het gewoon knap en satisfying. En creatief op een ander niveau. Deze gozer is next level. Alleen was die P op het einde een beetje misvormd. Voor de rest was alles perfect. wat is dit voor een beroep? Wat gaat hij doen? Huh? Ik zag net een koe. Een koe schoonmaken. Wajo! Is dit een ding? Gewoon een koe... schoonmaken. Gewoon een soort van... Wat gebeurt hier allemaal? Nagellak voor een koe? Is dit echt een beroep? Van een koe verwennen? Want als dit een beroep is, ik solliciteer! Dat is toch geweldig, een koe verwennen? Als je daarvoor betaald krijgt. Oké, wat gaat deze persoon doen? Hij snijdt iets. Wat zien we hier allemaal? Rondjes? Nog meer rondjes? Wat? Gaat hij een ketting maken? Het lijkt op een ketting. Why yo? Wat gebeurt hier allemaal? Ik heb geen idee. Dit lijkt op een ketting. Oké. Oh, wat? Is dat opeens een zilveren ketting? Volgens mij wel. Deze persoon maakt gewoon kettingen. En dat is satisfying om te maken. Deze persoon maakt kleuren voor zijn beroep. Dit is dus letterlijk iemand die verf maakt voor zijn beroep. Ja, dan heb je, zoals ik net al zei, zoals ik al eerder in deze video zei, de meest satisfying beroep. Letterlijk wat hij doet is kleuren maken voor beroep. Dat is toch vet? Kijk hoe satisfying dit eruit ziet. Oh my god. Nog wat roze erbij. Hoppakee. Dan wordt het wat lichter, zegt hij. En boom, hij heeft een super... Dit is oprecht een hele mooie kleur. Nog wat wit erbij. En dan wordt het nog lichter. En oh, het lijkt een beetje... Oh my god, dit is een hele mooie kleur. Nou, hij is er ook wel oprecht goed in kleuren mixen. Dat mag ook wel als je beroep is. Ik weet oprecht wat ik ga doen naar YouTube. Kleuren mixen, niemand kan me meer overtuigen. Tenzij koeien verzorgen een beroep is. Allebei superleuk en super satisfying. Dit is een paardenhoef eraf halen. Of hoe heet zo'n ding? Ja, een hoef toch? En dat is blijkbaar super satisfying. Dat is zeker satisfying. Maar even al die restjes tussen de teennagels van de paard halen. Ja, dat is super satisfying. Ik kan er niet anders omheen. Dat is heel erg satisfying. Ja, dat klopt. Oké, wat hebben we hier? Wat is hij aan het doen? Oh, ja, nogmaals, hoe kunnen mensen dit zo perfect? 50 wordt dit. Zo, want je mag hier maar 50 km per uur, of niet?
Oh, nee. Oh, ik weet al wat het was. Het was een nummertje op een parkeerplaats. En dat wordt gewoon door mensen gedaan. Hoe satisfying beroep heb je dan? Nogmaals, eigenlijk komt het erop neer. Alles met verf is een super satisfying beroep. Maar wil je nou de meest satisfying video ter wereld zien? Klik dan snel op deze video. Dit is oprecht de meest satisfying video ter wereld. Dus klik erop. Kom op, doe het nou. En dan zie ik jullie bij die video. Heb je die video al gezien? Dan ben je een held. Vergeet dan zeker niet te abonneren. Want morgen weer een nieuwe video om 6:30. Mijn naam is Mick en ik zeg Mick out.